heb zojuist de presentatie gegeven hoe je sneller en goedkoper non-woning kan bouwen in 5 stappen. De 5 stappen die moeten worden genomen zijn natuurlijk het beperken van de energievraag en vervolgens de energie die nodig is zoveel mogelijk uit hernieuwbare bronnen te halen. Bepaalde gebouwgebonden installatie voor zo'n meest efficiënt mogelijk energieverbruik. Vervolgens is het het monitoren van de energie volgens de NOM-eisen en eventueel het optimaliseren van de installatie. Aannemers en installateurs die ervaren heel veel gedoe met de integratie van de verschillende systemen en de foutgevoeligheid daarvan, plus de ontsluiting van de data en ook nog eens de koppeling met het energienetwerk. Een oplossing om die foutgevoeligheid zoveel mogelijk uit de markt te halen is het toepassen van energiemodules. En in zo'n energiemodule daar zit een warmtepomp, daar zit een WTW-unit, dus de ventilatieunit met terugwinning, er zit een PV-omvormer en smart energy management. Voordelen van de energiemodules is dat ze plug-and-play gemaakt worden in de fabriek, alles al op elkaar afgestemd is en ook op het bouwproces op de bouwlocatie snel te installeren zijn. Energiemodules zijn al bij 100-tal woningen in Nederland toegepast voor woningbouwverenigingen die hun vastgoed uit de jaren 50 gasloos hebben gemaakt. Ja, als u energiemodules wilt toepassen om sneller en goedkoper non-woningen te realiseren, kunt u een whitepaper downloaden die op onze site is te vinden.